Ik weet ook wat buffen is en wat een lapje is, maar buflapje, dat ken ik ook niet. Zelf al wel weet niet wat fucking buflapje is. Dit is dat. Let's begin. Oh. Assiebroek. Maar kent leven is gelijk aan lijden van Sepa niet. Heel veel mensen zeggen van, hey, je hebt een Australian broek. You're a raver. Kijk, tot gisteren wist ik niet dat deze broek dus hardstyle Giros. Ik wist het niet. Ik heb deze broek in een normale winkel gekocht en nu blijkt dat dit hardcore rave outfit broek is. Comfortabele hoge kwaliteit gabberbroek van het merk Australian. Perfect voor het trainen, hardcore feesten en festivals. Ik wist niet dat deze broek hardstyle broek was. Sorry aan alle hardstyle ravers. Ik moet echt een disgrace zijn voor jullie rave scene. Ik heb heel veel woorden gebruikt dat ik ook niet begrijp in de laatste paar seconden. Maar sorry dat ik een hardcore broek aan heb. Ik respecteer jullie muziek ten zeerste. Ja. Dit is niet echt mijn muziek. Sorry dat ik deze broek aan heb. Ik ga hem meteen verwijderen van mijn lichaam. Ik verdien het niet om deze Aussie broek aan te doen. Dan nemen we maar een video op zonder broek. Kan ook. Jullie zien het toch niet. Het is niet mijn muziek. Ik doe die broek nooit meer aan. Sorry. Welkom bij een nieuwe video, dames en heren. Welkom bij de volgende schokkende seksverhalen. Ik heb het niet in de titel gezet, omdat YouTube anders mijn video demonetized. Kijk, deze video kan schokkend aankomen voor sommige mensen onder de 16 jaar. Als jij een hyperventilatie krijgt in deze video, omdat je woorden hoort die je nog nooit hebt gehoord, zoals seks, beflapje, clitoris, dan heb ik een tip voor jou: gewoon inademen en uitademen. En dan herhaal je 3 minuten en dan ben je weer rustig. Dames en heren, welkom bij de nieuwe schokkende seksverhalen. Ha! Heel raar, ik zit hier zonder broek. Het enige moment wanneer ik hier zit zonder broek, dan doe ik iets anders dan een video opnemen. Wordt weer een gekke video. Om nog even terug te komen op de stelling van de vorige video. Is beffen zonder beflapje veilig? Het antwoord, nee. De reden is simpel. Ik ben nog eens door de comments gescrolld van het forum en ik heb deze comments hier staan. Van Bassieboy XXX. Ik heb ook al vaak gedaan met beflapje. Echt handig. Mijn vriendinnen vinden het helemaal oké. Ze hebben wel een SOA gekregen. Helaas. Zo zien we maar. Het beflapje. Geen 100% zekerheid. Er staan hier ook nog allemaal dingen van wat beffen betekent. Ik weet eigenlijk niet of ik het wil voorlezen. Gewoon een vraagje zegt: wat is beffen? Waarop gevolgd: beffen is de mijn benen hebben koud. Neem een leuk dingetje. Zoals we zien, Awel, fuck Awel. Misschien moet ik even bellen naar hun. Hallo, spreek ik met Awel? Ja? Zouden jullie mij even iets meer info kunnen geven over wat een beflapje eigenlijk is? Ja, want ik ben op jullie forum aan het kijken en ik zie hier staan dat als je beft, dat je beter een beflapje gebruikt. Maar ik heb eigenlijk echt geen idee wat een beflapje is. Ik weet ook wat beffen is en wat een lapje is, maar beflapje, dat ken ik ook niet. Ik ben op het forum geweest en daar staat dat, dat je als je wil beffen, dat je beter een beflapje gebruikt. Maar ik heb nu eigenlijk nog nooit gehoord van een beflapje heel mijn leven. Zelf Awel weet niet wat een fucking beflapje is. Dit is dat. Wow. Ik denk dat beflapje heel fucking onbekend is in België. Ik denk dat niemand weet wat het is. Houden zo. What the fuck? Is mijn leraar te ver gegaan? Shit. Hey, Awel. Ik ben bang van mijn leerkracht. Ik begon allemaal vorig schooljaar. Ik had een redelijk grote mond in de les Frans. En kreeg veel notas en zo van hem. Ik dacht even dat hier SOAS stond, man. Ergens in oktober moest ik achter de les binnen blijven. Ik zat op mijn bank en die kwam mega dicht naast me staan. Ik voelde me erg ongemakkelijk, dus ik ben weggelopen uit het lokaal. Mijn klasgenoten vroegen: hoe was het? Ik vertelde dat hij mega dicht tegen me stond en dat ik ben weggelopen. Toen zei een van mijn vriendinnen dat hij zit te sturen naar meisjes die in het derde jaar zitten. Hij zat ook te sturen naar haar zus. Een paar weken later stond hij achter me in de rij. Ik moest doorstappen en hij wou me wat vooruit duwen en hij kwam aan mijn been. Hij ging met zijn hand naar boven en ik ben dan uit de rij gestapt.
Ik moest vaak achter de les binnen blijven en ik was dan altijd mega bang. Gelukkig is er nooit iets gebeurd. Gewoon dat hij heel close deed. Achter de paasvakantie hadden we nieuwe plaatsen en ik moest van voren gaan zitten met een ander meisje. We hadden alle twee een kleedje aan en hij liet zijn potlood vallen. En ik zag hem plots onder onze bank kijken. Hij zat mega lang te kijken. Jouw leerkracht liet een potlood vallen. En hij ging zitten en hij bleef zo kijken. Zo. Kijk, dat is fucked up. Dat is echt. Kijk, fuck leerkracht. Ik ben het. Dat kan echt. Sta hier zonder broek. Het is heel fucked. Als jouw leerkracht het leuk vindt om onder jouw jurkje te kijken. Zou ik dat gewoon zeggen tegen die directeur. En dan wordt jouw leerkracht gelijk ontslaan. What the fuck is er te zien onder jouw jurk? Ik weet het ook niet. Ja, ik zie je leerkracht zo kijken. Zo van... That's very nice. Dat is echt fuck. Is je leerkracht te ver gegaan? Ja, hij is veel te ver gegaan. Stel je voor, die leerkracht zit daar gewoon een uur. Gewoon laag te kijken. Stuur mij even de naam van jouw leerkracht door. Dan zoeken die op met een grote groep jongens met knuppels. Vroeger toen ik op school zat, keek de leerkracht ook altijd onder mijn jurkje. Er was daar niks te zien, snap je? Ik vond het gewoon leuk om een jurkje aan te doen. En toen keek hij onder mijn jurkje en toen dacht ik... Godverdomme. We willen dat ze stopt. Dit klinkt intens. Het is een verhaal van AC. 2 jaar geleden zat een meisje in onze klas. Ze was iets dikker en heel verlegen. Maar toen ze naar het middelbaar ging, is ze superveel veranderd. En begon ze op haar Snapchat verhaal veel pikante foto's te sturen. Kan je even de naam van dat meisje doorsturen naar mij? Ze zegt dat ze 6.000 vrienden heeft. Maar ze niet allemaal kent. She famous. Ze heeft 6.000 vrienden, dus ze is populair. En soms zet ze zo'n jongen op haar verhaal. Maar dat is dan echt een jongen van 30 of zo, terwijl ze zelf 13 jaar is. Ze heeft een apart account gemaakt en zette daar allemaal pornofilmpjes op die haar vrienden doorstuurden. Je stuurt me zeker even de Snapchat door van dat meisje. Dan kan ik dat zelf ook allemaal eens bekijken. Ze stelt ook hele rare, vieze vragen. En ze zegt ook dingen dat totaal niet voor haar leeftijd zijn. Zoals, kijk, we moeten voorbeelden krijgen. Ik wil voorbeelden in dit soort situaties, ja? Ik heb hier niks aan. Een vriend die zei totaal niet kent. Ze heeft er wel streaks mee, maar ze kent hem niet. Opeens stuurde ze een naaktfilmpje en hij liet dat aan mij zien. Dacht in elke video, je hebt altijd slijtjes. Je hebt altijd die Snapchat slijtjes. Het is mooi, ding is het met dat meisje, maar als zij een Snapchat slijtje wil zijn, kijk, er bestaat zoiets als Snapcash. En dat is iets op Snapchat waardoor je geld kan vragen voor foto's. Zeg even tegen haar dat ze geld kan verdienen met deze dingen. Help her girl out. Ze kan er geld mee verdienen, snap je? Dus waarom niet? Ben ik panseksueel. Ik weet niet wat panseksueel is. Let's check it. Er is iets dat ik me allang afvraag. Wat is mijn seksuele geaardheid? Aangezien ik dat echt wel weet, en heb ik een test gedaan. De uitslag was panseksueel. Ergens klopt dat ook wel. Panseksueel. Panseksualiteit of omniseksualiteit is de seksuele, romantische of emotische aantrekking of het verlangen naar personen van alle genderentiteiten en biologische geslachten. Oké, ja, dan ben je gewoon biseksueel of zo, denk ik. Daar moet je geen test voor doen. Dit is de Ben Ik Gay test. Heb jij meer dan 60 minuten in de badkamer nodig? Ja. Heb je al eens iets met een jongen gehad? Ja. Wou je al graag eens iets met een vriend hebben? Nee. Draag jij stiekem dameskleding of ondergoed? Yes, I do, bitches. I wear Australian. Ja. Heb je al eens getongzoend met een jongen? Nee. Als dat niet het geval is, heb je dat al eens willen doen? Nee. Heb je al eens Nee? Heb je al eens Nee? Zou jij voor geld met een jongen naar bed gaan? Als dat gewoon slapen is met hem voor een miljoen? Ja, what the fuck? Ben je wel eens voor geld met een jongen naar bed gegaan? Wel, tot op de dag van vandaag niet. Dit is echt een hele goede test. Kijk jij onder de douche stiekem naar het geslacht of het achterwerk van mannen? What the fuck? Ja? Denk jij tijdens het masturberen aan mannen? Nee, liever niet. Als een jongen je aanbiedt om met hem naar bed te gaan of oraal... What the fuck? Als niemand dit zou merken, zou je dan damesondergoed dragen? Sowieso, what the fuck? Die dingen zien er echt nice uit. Prettig jij jezelf? What the fuck? Heb je wel eens samen met een camera... What? Ah! Vind je het achterwerk van mannen mooier? Nee. Als jij de nacht zou kunnen doorbrengen met een beroemdheid... Zou het dan eerder een mannelijke of een vrouw... Sowieso vrouwelijker? Dit is toch geen ja-nee vraag? Kan ik hierop... dit is echt een goede test. Is je relatie met je moeder beter dan die met je vader? Geen idee. Heb je al eens gay porn gekeken? Ja. Ik wou ook gewoon eens weten wat dat was. Heb je er al eens aan gedacht om naar een homoparty te gaan of een gay café? Wel, toen ik dronken was, heb ik dat eens gedaan. Gewoon om te lachen. Weet jij of je gay bent?
Nee. Als dat het geval is, denk jij dat je gay bent? Nee. Denken bekenden of vrienden dat je gay... Ja, de comments op YouTube gaan er echt wel over dat ik gay ben, dus ja. Jij bent bi of hebt een licht vrouwelijke kant? Wat? Dat is niet erg. Ik heb een vriendin. Ik moest die test niet doen. Ik weet van mezelf dat ik niet... Ik ga terug in de kast. Ik ben niet gay. Ik ben niet gay. Ik bedoel, geen probleem als je gay bent of zo, maar de test werkt niet, denk ik. Ik ben ook niet biseksueel. Iedereen die denkt dat ik gay ben. Ik ben niet gay. Het lijkt misschien zo, maar... Deze video heeft mij een beetje in de war gebracht. Tot de volgende keer. Hello. Down telling it's like things to find the one. I got it. Got it. Hashtag boogie down contest on Fortnite. Ik zie niet eens wat hij aan het doen is.